Goedemorgen dames en heren. Het is inmiddels al dag 12 van Reis door Europa met 1 euro. Ik bevind mij nog steeds in het mooie Malta. Het is super warm. Het is letterlijk 21 graden. Kijk even deze view. Het is niet normaal. Ik zweet mij enorm. Ik heb ook zwart aan, ik zweet mij enorm. Maar vandaag ga ik naar St. Julian. Want blijkbaar zijn er heel veel studenten, internationaal studenten. Dus dat is 30 minuten lopen vanaf hier. Dus daar ga ik nu naartoe gaan. En ik heb een soort van gameplan dat ik daar ga zetten om te proberen geld te maken. Want Malta is leuk en gezellig, het is warm. Maar het is tijd om naar een ander land te gaan. Dus ik ga proberen vandaag zoveel mogelijk geld in te zamelen. En dan naar het volgende land gaan. Jawel jongens, als ik jullie zeg, ik was net aangekomen bij St. Julian en het was daar dood, maar echt dood, er was daar geen kat. Ik dacht eigenlijk, wat de hel, hoe kan een stad zo dood zijn? Zo, ik ga nu terug naar mijn eigen buurt, daar proberen, want daar was gewoon veel te dood. Ik heb één iemand aangesproken en die had bijna mijn camera gepakt. Mijn broer, rustig, die was zo boos. Stop, mensen, alsjeblieft, deel deze video met zoveel mogelijk mensen. We droppen elke dag een leuke vlog voor jullie en willen graag dat deze video's zo goed mogelijk bekeken worden. Voor elke abonnee die we deze maand erbij krijgen, doneer ik 10 cent. Ik heb al 400 abonnees erbij gekregen. Dat betekent dat ik 40 euro moet doneren uit mijn eigen zak. Dus jullie kunnen mij letterlijk bloed maken. Ook als jullie zelf willen doneren, de link staat in de beschrijving. En Free Congo! Dank jullie wel. Jongens, ik heb een gek idee, denk ik. Dus ik zag een klein winkeltje hier om de hoek. En ik ga vragen of ik voor u mag werken voor een uurtje of zo. Ik wil dan een bedrag geven. Dus ik help kaas of gewoon zo direct goed zitten. En ik kan gewoon vertellen van ja, ik ben YouTuber. Ik travel met 1 euro op heel Europa. En misschien is hij wel down, dus ik heb niks te verliezen, dus we gaan het proberen. Dit is de winkel, jongens. Dus ja, laten we het uitproberen. Hallo. I'm a YouTuber from Belgium. And I'm traveling Europe with 1 euro. And today, I mean, Malta is my third stop. I went from Antwerp to Rotterdam, Rotterdam to Barcelona, Barcelona to Malta. And every day I need to make money. So I want to ask you, can I like help you in the shop for like 2 euros, just helping clean the shelves or like clean stuff up if you want some? Thank you. Ah, yeah, already have some. Oh, okay, no problem. Yeah, I just wanted to ask you. Okay, have a nice day, bro. Stay blessed. Jammer genoeg wou deze meneer het niet. Allee, hij zei dat hij iemand had in de shop. Dus ja, we gaan naar de volgende shop en daar eens proberen. Jongens, we hebben een nieuwe slachtoffer gevonden. Oei, een nieuwe slachtoffer gevonden. Dus ik ga het gewoon vragen. Hello, sir. Hi, buddy. I got a weird question for you. So, I'm a YouTuber. I'm from Belgium. And I'm traveling Europe with 1 euro. This is my third stop. I went from Antwerp to Rotterdam, Rotterdam to Barcelona, and now to Malta. So I want to ask you, can I help you in the shop for like 30 minutes, an hour, just help you cleaning stuff for like 2 euros, if that's possible for you? You want to help me? I want to help you, yeah, yeah. With what exactly? What do you like, cleaning stuff, like the self, do the selves, just help you clean the store. What do you say? You want to help me with some work? Yeah, I want to help you with some work, yeah, yeah. Unfortunately, you can't help me with anything because my wife is cleaning and changing. Alright, okay, you got a good wife then. Okay, thank you, man. Okay, have a nice day, bro. Stay blessed, hè. Same to you, yeah. Yeah, bye, hè. Ah, jammer, jammer. Het was wel een heel vriendelijke man. Maar ja, zijn vrouw helpt ook met alles. Esso naar zijn vrouw. Maar ja, we gaan niet opgeven. Misschien nog naar een andere winkel gaan. En als zij ook dat niet willen, ja, dan gaan we naar een volgende plan. Ik ben net terug in mijn buurt en ik ga nu naar mijn hostel, want ik heb een idee. Ik ga papier of karton zoeken, erop schrijven van ja, ik ben YouTuber. Ik travel the world, travel Europe with 1 euro. Dan ga ik een bekertje meenemen en dan hopelijk gaan mensen een paar euro's erin steken, man. Ik hoop dat mensen hier dan wel vrijgevig gaan zijn. En ja, dat is mijn volgende plan om dat te doen. Dus nu even naar hostel gaan, papier of karton pakken, erop schrijven, op mij plakken. Ik ga misschien nog mijn GoPro nemen en dan proberen geld te maken, want niemand wil dat ik werk in de winkel. Ik ben net aangekomen in het hostel. Ik heb een schaar gevonden en een pen. Hier heb ik papier waar we het op gaan schrijven. Oké, jongens, ik ga nu even schrijven. De aanschrift gaat niet mooi zijn, maar we hebben geen probleem. Hier ga ik zeggen, like, big YouTuber. Ja, ik ga schrijven, grote YouTuber. YouTuber. Oh shit, dat was niet goed. Another one.
praten. Yes. That's nice. Thank you. So jongens, ik heb hier geschreven. YouTuber, travel Europe, world euro. Jongens, zoals jullie zien, ik heb hier mijn mooie pak. Big YouTuber, travel Europe, 1 euro. En vandaag gaan we proberen geld te maken. Dit is mijn laatste kans vandaag voor de zon omgaan om geld te maken. Dus je ziet het, ik heb een GoPro ook hier, want kan je alles kunnen opnemen. Dus ja, dit is gewoon mooi. Dus laten we zien hoeveel geld we gaan maken. En ik heb het pet nog steeds bij. Jongens, ik besef nu pas, maar zij zie ik er super belachelijk uit. Maar ja, het is voor een goede cause, voor een goede doel. Dus we moeten doen wat we moeten doen om geld te maken. Dus dat is belangrijk. Dus nu gaan we naar een drukke plek, zeg maar, waar veel mensen zijn die een beetje kunnen lezen. En dan gaan we proberen, je weet toch, geld te maken hier. Jano de Dio. Ik zie mensen al bij uitlachen. Wat is dat too funny? Maar ja, snap je? Ik heb mijn petje bij. Dus ja, laten we gaan. Ook zie mensen shit. Ik zie daar een bankje en over die bankje zijn er dames, 3 dames om precies te zijn. Ik ga er gewoon, hoe grappig zal het zijn, dat ik er gewoon over ga zitten, zeg maar. En gewoon hun reacties checken, gewoon even zien. Dat gaat hilarisch zijn, wacht, ik ga nu daartoe. Ja, er is echt een bankje over hun. Zo, laat me eventjes zitten. Ik ga even zitten over hun. Dat is zo funny. Wacht, laat me even zitten, wacht. Dus, we gaan eventjes zitten. En laat me eventjes wachten. Nu zit ik over hun letterlijk. Super grappig. Ik weet niet of ze het doorhebben of mijn sign aan het lezen zijn. Maar het is wel grappig. Het is wel grappig. Dus jullie gaan het nu niet zien, maar op de GoPro voor iets nu. Zie je die dames hier, zeg maar. Dus ja, ik ben nu even aan het wachten. Let's go. Ik blijf hier even zitten. En zien of mensen gaan doneren. Oh shit. Crazy. Ik heb mijn pet hier. Ik ga even vragen. Excuse me, do y'all speak English? Yeah, alright, nice. First time. I have tried to raise 10,000 euros at the end of the month so I can give it to the people of Congo in January. So today I'm in Malta and you can read my sign. No. So I'm looking for people that want to donate like 1 euro 50 cents. I tried everywhere. I went to St. Julian, but there were like no people there. I went to Pageville, was no people there. So now I went here and tried to get as much money if I get, because tomorrow I need to get, the day after tomorrow, I need to get a flight to the next country. So if you want to donate something, it would be nice. If you don't, no problem. You want to be on camera? No? No worries. What's your name? Ah, venez de la France. France. Okay. Nice. Hey. Stel dan dat deze dames, is naar hun. Ze willen wel anoniem blijven, wat we respecteren. Anonimiteit is belangrijk. De pièce rouge is haaiek. Dat is mijn shot, man. Putain! Non, y'a pas de souci, y'a pas de souci. Ouais, je suis congolais, donc on parle français à la maison, néerlandais aussi. Non, mon scène sont flamands. Bon. Attends. Ok, jongens. Ze willen anoniem blijven. Hé, zet de pas des oiseaux. Oké, jongens, de transactie. De eerste one, dat is 2 euro. Dat is 2 euro, hè? 2 euro. De pied goed. Wat een hagar aan de comment. Jawel, jongens, we hebben geld gemaakt. Ongeveer 3 euro. Ik weet niet, ik ga even zo tellen. Maar Sarah, dat deze dames, ze hebben de eerste donatie binnengekregen. Ik heb nog steeds mijn GoPro aan. En laten we eventjes tellen. Dus ik ga eventjes zitten. En ja, en 1 euro, 2 euro, 2 euro 50, 2 euro 70, 2 euro 80, 2 euro 90, 3 euro en 3 euro en 7 cent. Oké, jongens, we hebben 3 euro en 7 cent gemaakt. Dat is super goed. Nu gaan we verder gaan, 3 euro en 7 cent, is niet erg. Maar nu verder gaan proberen naar die 10 euro te gaan, zou mooi zijn. Yo jongens, ik sta hier al momenteel een uurtje en raad hoeveel geld ik heb gemaakt. 10 cent, let's go, 10 cent. Maar snap je, doe wat pijn in mijn hart, maar het is nog steeds voor een goede doel. Dus we blijven positief, het is grappig, het is content. En nu gaan we naar het strand gaan en hopelijk gaan we daar een paar mensen tegenkomen die willen doneren. Het zou mooi zijn, hopelijk kunnen we nog 10 euro maken, dus nog 7 euro ongeveer. Dus laten we hopen, alsjeblieft God. En let's go to the strand. We gaan hier nog een uurtje staan. En dan gaan we zien hoeveel geld we hebben gemaakt. Net heeft er iemand ook gedoneerd die mij herkende. Dat was ik heel toevallig. De eerste persoon van Malta die mij herkend heeft, was wel een Belg die in Malta woont. Dat was wel grappig om te zien. Ik dacht wel, what the fuck, hoezo kind hebben wij? Maar ja, we gaan hier even staan en proberen geld te maken. Ik verveelde me zo hard bij het wachten dat ik even een dansje moest gooien. Want je moet altijd positief blijven in het leven. Zelfs als alles even tegenvalt. Vibe, heel belangrijk.
heel belangrijk. Om te viben is gewoon een must, want heel veel mensen weten dat niet. Dus is een must belangrijk. Oké, guys? Laten we. Zoals jullie zien, ik word de hele tijd geskipt. Mensen blijven maar doorlopen, krijgen alleen maar nee te horen. Maar we geven niet op. De energie blijft hoog voor Congo. Yo jongens, het is echt al laat, het is donker, het is ook koud. En mensen kunnen mijn bord niet meer lezen dat het zo donker is, denk ik. Dus het is tijd om naar huis te gaan. En laten we even onze geld tellen als we in hostel zijn. Want een paar mensen hebben gedoneerd. Yo jongens, dit aankomen in hostel. En ja, we gaan het geld allemaal tellen. Dus laten we starten. Oké, okay, dus... Het staat met euro 30, sorry. Euro 40, euro 50, euro 60. Euro 70, euro 80, euro 90, 4 euro en 3 en 4 euro 95 cent, crazy. Jongens, we hebben vandaag 4 euro en 95 cent gemaakt. Dat is niet veel, dat is echt niet veel. Maar het is wel beter dan 0 euro. Dus ik heb ook geen geld vandaag uitgegeven, want ik heb nog brood liggen. Een krapsla, dus dat is goed. Dus dat betekent dat we nu ongeveer... Hoeveel geld hebben we nu? Even mijn rekenmachine erbij nemen. Ik heb geen zin om te rekenen, jongens. Mijn hoofd is echt heet. 4,95 plus 9 euro. En 10. We hebben 14 euro en 5 cent. Oké, dat is niet slecht, dat is niet slecht. Als we morgen tegen de 20 of 30 kunnen aangaan, dan zijn we echt goed op weg om naar het volgende land te gaan. Dus ja, we zijn positief. We blijven positief. Vandaag was een heel lastige dag, maar we blijven positief, dat is belangrijk. Ik heb mijn GoPro nog steeds om, jongens. Ik ga die zo uitdoen. Maar ik heb een vraag voor jullie. Moet ik mijn GoPro altijd meenemen? Vind je dat tof als ik mijn GoPro mee op pad neem of niet? Laat even weten in de comments. En nu ga ik eventjes eten en een gameplan bedenken voor morgen. Oké, okay guys. Today is last day. What's your name? Gonzalo. Gonzalo. He's from Peru. Yeah. And he wrote a lot of mess on his t-shirt, so... Yes. That's nice. Yes, in Italy, yeah. Deutsch, German. German. Spanish. I got also here like, I wrote veel success, that means like good luck. Yeah. Good luck, yeah. So it's very, the time is very fast because I start here finally in September. Now it's my last day here in, so today. Today, so I'm very sad because this experience here in Malta is only fantastic, so amazing. I like it. Yeah. So it's my first time I meet this guy, it's amazing. Yeah, it's amazing, man, yeah. Yeah, it's more tall than me. Do you have a message for the people from Belgium, maybe? Have you a message for the people from Belgium? A message for Belgium, in Spanish, in English? Spanish. Vale, pues mejor en español porque no quiero pensar en inglés. It's better in Spanish because I don't want to think in English. Pues, ¿qué crees que diga? Pues tenéis que venir una vez en vuestra vida aquí a Malta. Y bueno, pues la aventura y la experiencia aquí es fantástica. Así que venir y disfruten de todo. Come here in Malta, enjoy here in Malta, especially in Pacheville. Yes, the Pacheville. You don't drink a lot. Thank you, man. Thank you. Love that. Have a nice... How is your name in YouTube? Ja, jongens. Ik ben momenteel nu aan het eten. Ik heb een broodje hier weer. Het is mijn avondeten. Maar ik heb een gameplan. Morgen ga ik naar de hoofdstad van Malta, Valletta. Dat is niet ver van hier. Ik ga met de boot. Het kost me 3 euro namelijk voor heen en terug. 3 euro. Maar ik moet wel voor 5 uur terugkeren, want de laatste rit is om 5 uur. Dus dat is wat we gaan doen. En ik ga proberen geld te maken. Op dezelfde manier ga ik daar staan met een bord. En hopelijk ga ik best geld doneren. En natuurlijk ga ik ook vragen aan mensen van ja, willen ze doneren? Zijn ze op de hoogte van de gebeurtenissen in Congo? Maar dat gaat het plan zijn. Dus hopelijk gaan we morgen in Valletta heel veel geld maken. Want vandaag was vandaag echt heel lastig, jongens. Zoals jullie zien is het altijd even gemakkelijk. We hebben vandaag letterlijk 4 euro en 30 cent gemaakt. We hebben momenteel 14 euro en 5 cent. Dus het is niet veel, maar ook niet weinig. Maar we blijven positief. Jawel, jongens. Hierbij sluit ik ook ineens de vlog af. Dag 12 van reis door Europa met 1 euro. We zijn bijna over de helft. Dus ik zou echt willen vragen, jongens. Deel dit met iedereen. We steken heel veel moeite in de video's. Ik, mijn editor, mijn TikTok-editor, mijn thumbnailmaker. We doen het allemaal voor Congo voor een goed doel. Dus ik apprecieer het als jullie comment laten, liken en deel met iemand. Laten we dit meer pushen, laten we meer views halen, meer donaties. Link staat in de beschrijving. Eerste vastgemaakte comment. En dan zie ik jullie morgen weer bij een nieuwe vlog. Ciao!